Goedemorgen. Ik ga zo dadelijk heel even wat telefoontjes plegen. Maar ik ben hier in het winkelcentrum. En het valt me op dat de meeste winkels nog open moeten gaan. Dus dat zal wel aan mij liggen. Misschien ben ik te vroeg. De supermarkt staat open. Dat is het belangrijkste. En ja, de visboer is ook open. Ik ben heel even weggegaan om een frisse neus te halen. Maar er komt zo dadelijk komt er een... Goedemorgen. Er komt zo dadelijk een video, compilatie van de laatste livestream. Waarin alleen muziek van mezelf, die ik zelf gecomponeerd heb. Twee stukken worden gedraaid en eentje wordt live gespeeld. En nog een telefoongesprekje. En dat gaat wat vaker gebeuren. Nou, ik zou zeggen, geniet van de koffie. Geniet van elke seconde van de dag. En je bent uitgenodigd om te kijken. En je kunt alles lezen op onze website. En de website, dat is sommersnoviosband.com. Wat ik nu kan doen, dat is dat ik af en toe heel even opsta, zodat ik kan zien wat jullie sturen. Als het gaat om dat ik even terugzwaai, dat kan ik niet zittend op deze afstand. Nuestras vidas para siempre, el amor nuestras vidas es tu regalo, está presente muy especial, es la cara de que has de ahí, a veces me duele, cambiar a mí, a veces me duele.
Ja, ik zou nog even zeggen welk dit nummer is. Het is een muziekstuk van de Somos Novios Band. Gezongen door Lady Zinger Rashima. Zij heeft de auteursrechten en medegeschreven. We hebben een co-writerschap met mij. Hè, dus dit nummer is in onze... daar hebben wij de rechten over. We hebben dat zelf gepubliceerd. En we hebben zelf het lied geschreven. Gezongen door Rashima Blondel Timmerman. En door mij. Wij hebben samen een duo band gestart. Dat is het. We zijn iets uitgebreider. Maar in ieder geval, we zijn gestart in 2013. Als duo Somos Novios Band. En daar is ook een website van. En hoe schrijf je dat? Somos Novios Band aan elkaar. Somos Novios Band. Goedenavond. Nou, ik was live en ik heb gedaan wat ik zou gaan doen. En er waren wel kijkers, maar op een gegeven moment toen was het batterij van de camera leeg, omdat ik hem niet aangesloten had op het licht.